We staan op dit moment in België, jongens. Erg rustig. Want we zijn erg vroeg hier gekomen. Door de week is het ook super koud. De cameraman is helemaal aan het trillen. We zijn op zoek naar de hardste knal die je kan kopen. In België, oftewel in Baarle. De eerste winkel die we even gaan checken is Zena. Tabakotiek, oftewel Gees. We gaan even kijken wat de hardste knal is wat ze daar hebben volgens hun zelf. Wat is de hardste knal? De Evo Barracuda. Oké, gaan we die even testen, jongens. Is de Pyro Shop. Hier zien we al nitraat in... We gaan even vragen hier binnen wat de hardste knal is wat ze hebben. Dus hier heb je een zwarte doos nitraat. Ik denk dat we daar een pakje van gaan halen. Bandito ook. We gaan even vragen hier, jongens, wat de hardste knaller is. Bandito nitraat is wel op het moment onze hardste nitraat. Deze ook aanraders? Poolse supernitraten? Ja, zeker. Mooie rode vlam en dan de harde knallen. We staan op locatie, jongens. Mooie stookplek. Mooie mist. Echt een december sfeertje. En daarom gaan we natuurlijk even voor jullie stoken. We laten jullie nu zien wat het hardste vuurwerk is. Ik zei al, bij Loods heb je ook vuurwerk. Alleen die winkel was helaas gesloten. En al het vuurwerk is wel een beetje hetzelfde natuurlijk. Het mag maar 0,5 gram flash bevatten. We hebben deze bijvoorbeeld, de zwarte doos. Nitraat van Pyro Shop. Het is allemaal F2. En zoals je kan zien hier, 0,5 gram. Dan hebben we volgens Zena de hardste. De Evil Barracuda is niet heel onbekend natuurlijk, maar die gaan we ook even voor jullie testen naast het knalvuurwerk van de Pyro Shop. Want dan kunnen jullie ook goed op beeld horen of je verschil hoort. Evil Barracuda is ook 0,5 gram en F2. En dan hebben we deze. En volgens de Pyro Shop was dit bij hun de allerhardste. De Bandito. 20 stuks, 10 euro. En die heb ik nog niet eerder gehad, dus daar ben ik super benieuwd naar. En hij zei echt van, die moet je echt gaan testen. Dit moeten echt de hardste zijn. We beginnen even bij deze. De zwarte doos nitraat van de Pyro Shop. Wel kleine lontjes als je het mij vraagt. Dus we gaan kijken hoe hard die knalt, of hoe snel die knalt. Zo. Oké, okay. Wel aardig toch? Ja, dat was niet slecht, nee. Alleen die... Die lontjes is gevaarlijk, man. Ja, zijn niet slecht deze. En natuurlijk moet je de tijd niet vergelijken met wat je vroeger had in België. Maar ik ben niet fan van die korte lontjes, maar... Mag van mij best wel langer zijn. Testen we nu even de Bandito. De rook blijft trouwens lekker hangen. Want de Bandito was nog harder, zei hij. Zo, inderdaad, sterretjes rond. Wat mooi die, man. Zo. Daar heeft hij wel gelijk in, man. Dit zijn dus echt de hardste van België op dit moment. Zo. Mooie knetters ook bij die. Hoe zou het in het donker zijn? Ja, je hoort het al. Bandito is inderdaad echt het hardste. Doen we nu even de Evil Barracuda. Lange lomp van Zena. Maar dat was inderdaad het minst. Helaas. Als dat het hardste is van ze. Ja, die crackling is wel leuk, maar... Ja, dat is wel echt een teleurstelling, man. Toch? Ja. Maar ik zei al, ze zijn niet zo goed volgens mij. Nee, die van een paar jaar geleden waren beter, die badge. Maar deze jongens, die bandietootjes, die zijn echt keihard. De rook blijft goed hangen, hè? Ja, man. Het gaat nergens over. Deze zijn echt het beste.
Ik ben gewoon een fan van deze, man. Eerlijk? Dat mooie lont erbij. Ze knallen op zich wel snel, man. Dat is waar, trouwens. Ze knallen inderdaad wel aardig snel, inderdaad. Maar goed. Vriend, die zijn echt hard, man. Schakelen we nu even terug naar die zwarte doos van de Pyro Shop. En ik vind deze dus in verband met het lont wat minder chill of zo. Ja, pas op, man. Kijk, zijn ook hard natuurlijk. Ja, schiet wat weg, hè? Dat is niet de eerste keer. Nee? Nee. Kijk ook altijd uit met knalvuurwerk, jongens, in het buitenland. Met stukjes gips wat wegschiet. Huh? Dat klonk als een hond, hè? Wat dat voor gips? Enge dingen. Maar die bandito's, jongens. Die was weer wat minder, trouwens. Ja, die was weer goed. Zijn zo goed, die. Doet me echt denken aan het nitraat van vroeger, man. Ja. En dan heb je de Barracuda's, of de Evil Barracuda's. En die stellen dan weer teleur. En deze was volgens mij ook een tientje, hè? Ja, die waren 10 euro, ja. En dat is dan wel echt een tegenvaller. Helaas. Kijk, de knetter is bijna even hard als de knal. Toch? Ja, man. Knetter is inderdaad echt bijna even hard. Knal zelf. Maar de knetter is op zich echt wel goed, hoor. Ja, de rook blijft lekker hangen hier zo. Lijkt net oud en nieuw. Die korte lontjes echt niet chill, man. Hebben we nog meer Evil Barracuda's. De rook komt ineens deze kant op, hè? We zijn op dit moment trouwens niet in Nederland, jongens, voor de mensen die het afvragen. We nemen namelijk dit knalvuurwerk natuurlijk nooit mee naar Nederland. Want het mag natuurlijk niet in Nederland. Dat zouden we nooit doen. En dat menen we ook oprecht. Dus doe dat ook zelf niet. Wij testen het voor jullie. En mochten jullie in België wonen of in België willen stoken met oud en nieuw, dan weten jullie door deze video wat het hardste is. Gipsknallers! We hebben nog een pakje bandito's. Die kregen we erbij van Pyro Shop. Dus de dikke shout-out naar de Pyro Shop. Zullen we die ook gewoon even opstoken? Ja, man. Laten we dat doen. Echt de beste knallers dit. Wat een verschil, hè? Ik hoop ook dat je dat op beeld hoort. Moet wel, toch? Het is zo hard.
stooksessie die kant op. Die rook komt echt onze kant op, hè? Ja. Smok. Even die kant op filmen. Het is echt bizar hoe die rook blijft zo erg niet normaal mooi hangen. Ik gooi wel even daar eentje heen. Kijk. Hoppa. Hoppa. Jullie hebben het kunnen zien in deze video. Voor ons was de Bandito echt absoluut de nummer 1 die je nu nog kan kopen in België. Maar ik blijf het zeggen, koop het niet in en neem het mee naar Nederland, want dat mag natuurlijk niet. Wij willen het voor jullie testen van wat nu het hardste is. Een paar jaar geleden had je natuurlijk de Zena Nietjes en dat soort dingen. Helaas is dat allemaal eruit en heb je nu alleen nog maar die F2 en 0,5 gram. Maar wat je nu nog kan kopen is zeker de moeite waard. Mochten jullie nog tips hebben wat we ook kunnen halen of testen voor jullie, laat het weten onder deze video. Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren en morgen gewoon weer een video. Later.